en welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie 6 nieuwe kleurboeken zien die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb in alle boeken alvast 1 plaat gekleurd. Dan hebben jullie ook een beetje een idee hoe een ingekleurde plaat eruit ziet. Dus laten we lekker gaan beginnen met de boeken. Dan schrijf ik ze even opzij. Dan begin ik met deze. Sorry een beetje voor de glare van mijn lamp. Dit is Beautiful Angels Mosaic Color by Number. Dit is de achterkant. Deze kleurboeken hebben iets weg van Colorquestopia. Beetje dezelfde stijlachtig. Nou, dit boek is uitgekomen dit jaar, 2021. Nou, heb je hier een color test page. Dus hier kan je je kleuren uittesten. En dit is de eerste plaat die ik gemaakt heb. Ik heb de lijntjes ingekleurd met zilveren markeerstiften. Ik heb die stiften voor mijn verjaardag gehad ook. Ik kan ze wel even laten zien. Dat zijn deze. Oh, andersom. Metallic stiften. En dit zijn gewoon markers. En er zit een beetje een glittertje in. Een beetje metallic-achtig. Ik heb hem ook in het goud. Doe ik hem weer om ze boven? Nee, ik heb hem nou goed. Ik heb 3 gouden en 3 zilveren gekregen. Alleen, ik heb al 1 keer in een ander boek met deze gekleurd. En dit was de tweede pagina waarmee ik met deze stift de lijntjes inkleurde. En de stift ging dus al op. Toen ik echt net bijna klaar was met de pagina, ging de stift op. Dus dan heb ik de tweede stift moeten pakken. Dus ja, niet een heel goed teken dat hij na bijna 2 pagina's lijntjes inkleuren de inkt al opgaat. Dus voor dat moet ik even gaan kijken naar een ander merk. Maar buiten dat, het ziet er wel gewoon heel mooi uit. Ik heb deze plaat gekleurd met mijn Joywish Art Markers. En dan zal ik even wat platen laten zien. Het zijn allemaal mooie engelen. En zoals je kunt zien heeft het iets weg van de stijl van Colorquestopia. En je kleurenpalet is ook niet heel groot. Het zijn elke keer wel beperkte kleuren die je nodig hebt. Het is wel fijn dat, als ik het goed zie. Nee, ik dacht even dat elke keer 1 geel was op elke pagina, maar dat verandert elke keer, want hier is 1 light brown. Ze hebben dus geen vast kleurenpalet, maar op zich niet heel vervelend. Maar de platen zijn zo leuk. Oh, hier gaat hij gedraaid verder. Oh, en deze weer niet. En dit boek is dus van, dat heb ik helemaal niet verteld. Voor mij staat er ook niet in hoe zij heet. Maar zij gaat onder de naam Melanie Mosley of Mosby. Ik zal het even onderin de beschrijving zetten hoe ze heet. Want zo kun je haar namelijk vinden op Amazon. Maar op een boek, of in een boek kun je niet terugvinden wie de uitgever is. Maar met het linkje kun je dit boek gewoon terugvinden. En dan kun je ook gelijk alle andere boeken zien die ze hebben uitgebracht. Kijk nou hoe leuk. Ik vind die ogen ook heel leuk. Een beetje manga anime stijl. Is niet bij elke plaat zo, maar wel bij heel veel. Kijk hoe leuk. Je hebt weer van die grote ogen. Het is ook wel een beetje fairy stijl. Een beetje feeën / engelen stijl. Oh, maar kijk hier. Voor mij heb ik het ook een keer in een filmpje gezien bij iemand. Dat de nummering loopt hier door, maar de letters niet. Dat zijn ze denk ik vergeten weg te halen. Maar hier heb je dat ook. Nou ja, niet heel dramatisch. Je hebt gewoon de kleuren hier die je nodig hebt. Hier nog, gaat het nog een keertje mis. En hier gaat hij weer goed.
Ja, echt hele leuke plaat. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een angels boek gehad. Een engelenboek. Ik heb meer feeënboeken. Van een aantal verschillende merken. En dit is het einde. En hier vragen ze of je een review wil achterlaten op Amazon. Je kan ze bereiken via dit e-mailadres. kingsleypublishinghouse@gmail.com. Volgens mij is dit de uitgever. Dat Kingsley Publishing House. En is die Melanie de maker van de afbeeldingen. En dat is boek 1. Dan gaan we naar een boek van Belba Family. Mystery Mosaics Wow Animals. Dit is de achterkant. Hier zie je het kleurenpalet. En hier zie je een aantal voorbeelden van de platen uit het boek. En in dit boek heb je vakjes van 3x3 mm. Dus het is best wel klein. Maar ik hou er wel van. Ik heb meer boeken van hun met die kleine vakjes. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Hier zie je nog meer Mystery Mosaïek boeken die ze hebben. En ze vertellen een beetje over de manier waarop je kunt kleuren. Dus bijvoorbeeld met de X-methode. Of je kunt het hele vakje gewoon lekker inkleuren. Nou, hier zie je alle dieren die in het boek voorkomen. En ik heb de allereerste pagina dan gekleurd. Hier kun je je palet uitproberen. Dus ik heb met mijn Staedtlers gekleurd in dit boek. En ik ben ook van plan om met mijn Staedtlers te blijven kleuren. Want die hebben een hele fijne punt. Waarmee je heel fijn die vakjes kunt inkleuren. Dus dit is mijn Staedtler palet tot so far. Want ik heb pas één plaat gekleurd. En ik had alleen nog maar deze kleuren nodig. En dit is de eerste die ik gekleurd heb. Ik vind hem echt heel cool geworden. Mooie, duidelijke kleuren. En misschien herken je hem al. Het is dezelfde als de voorkant. En ja, ik kan niet zo goed een flip-through van dit boek doen. Want eigenlijk zie je alleen maar vierkantjes. Dus op zich heb je hier niet heel veel aan. Maar zoals je kunt zien, het zijn gewoon hele kleine vakjes. En zij hebben ook geen antwoorden in het boek. Ze vertellen ook, je kunt alleen achter het antwoord komen als je de plaat inkleurt. Dus ja, ik zal jullie meer laten zien als ik hier meer uit heb gekleurd. Wat ik zeker ga doen, want ik vind het echt een heel leuk boek. Dan krijgen we Fairy Magic, een Enchanted Mosaic Coloring Book for Adults. En dit is het boek met de zwarte achtergrond. Je hebt ook eentje met een witte achtergrond. Maar ik heb bewust gekozen voor de zwarte achtergrond. Het is gewoon fijner met markers. Omdat die lijntjes ook zwart ingekleurd zijn. Dit is de achterkant. Dit is nog een iets ouder boek. De nieuwere boeken hebben namelijk een 25 kleuren palet. En een 25e kleur, dat is Flesh Tone. En dat houdt in dat je zelf de huidskleur mag kiezen. Wat ik persoonlijk heel positief vind. Maar dit is nog een ouder boek. Dus hier hebben ze gewoon nog alle kleuren. Zoals alle voorgaande boeken ook hebben. En ook hier heb ik één plaat uitgekleurd. Dit is een beetje een voorwoord. Hier zie je ook het e-mailadres. En hun Instagram. En ze vragen ook, als je een plaat van ons kleurt, kun je ons taggen met @colorquestopia. Hier krijgen we nog color by number tips. En ze geven ze tips over het kleuren. En dit is de eerste plaat die ik gekleurd heb. Ik vind hem persoonlijk echt heel erg leuk geworden. Leuke vee met haar pony veulen. Super leuk. Zoals je kan zien, het lijkt een beetje op die stijl van wat je in het andere boek zag met die angels. Het is wel iets anders, maar het heeft wel wat van elkaar weg. En ik vond het leuk om van Colorquestopia echt een feeënboek te nemen. En van die andere dus een angels boek. Toch nog een beetje het verschil. En echt, de platen in dit boek zijn zo schattig. Je zit heel lief op een paddenstoeltje. Ik vind het wel leuk dat ze af en toe het gezicht weglaten. Ik vind het niet, sommige mensen vinden dat misschien een beetje vreemd. Maar ik vind het ook wel, het past ook wel. Want ook bij deze, ze heeft geen gezicht. Ze heeft geen ogen, geen mond. Maar het is niet storend of zo.
Even kijken waar ik gebleven was. Ik was wel iets verder. Nou ja, bij de paddenstoel. En dan dat meisje met het langere haar. Ja, hier waren we gebleven. Zo, hier waren we. Maar sinds ze die zwarte achtergrond hebben uitgebracht, wil ik ook steeds meer boeken van Colorquestopia hebben. Het trekt me heel erg aan. Het kleurt ook zo fijn met je markers. Want voorheen had ik 4 kleurboeken met een witte achtergrond. Die heb ik ook een keer laten zien in een van mijn filmpjes. En toen had ik eigenlijk ook niet echt de behoefte om meer te kopen ervan. Ik vond het leuke kleurboeken, maar ik had wel zoiets van, oké, ik kleur deze eerst even uit. En dan zie ik wel verder. En bij dit heb ik echt zoiets van, oh, ik wil er nog één kopen. Ik wil er nog één kopen. Ik wil ze eigenlijk allemaal hebben. Ja, het ziet er gewoon zo leuk uit. Het is echt gewoon een heel groot verschil met de witte achtergrond. Terwijl het wel gewoon dezelfde afbeeldingen zijn. Heel leuk. Met zo'n mooie vlinder op haar hand. Ook heel leuk. Een vee met kort haar. Lekker stoer. Heel leuk die afwisseling. Kort, lang haar. Wel een gezicht, geen gezicht. Ik vind het wel heel erg leuk. Hier zit ze lekker in een bloem. Een hele mooie jurk heeft zij. Lijkt een beetje de vee van het eerste blad wat ik heb gekleurd. En dit was het. En hier vertellen ze, als je meer boeken van hun wilt vinden, kun je dat vinden op Amazon. En dan krijgen we nog wat bonuspagina's. En dit zijn alle bonuspagina's van boeken met een zwarte achtergrond. Dus hier hebben we de unicorn. En dan krijg je een voorbeeld. En de Amazing Owls. Ook heel leuk. Dat had ook echt op mijn wishlist. Lijkt me een heel leuk boek om te hebben met een zwarte achtergrond. En ik krijg nog Fantasy Landscapes. En ook die staat op een verlanglijstje. Maar als je dit ziet. Wauw. Dat is echt heel veel detail, mensen. Echt wel heftig, hè? In verhouding met die andere boeken. En ik las ook wel, want ik heb even dit boek opgezocht. En ik las bij de reviews wel dat ze zeiden dat sommige nummers niet goed te lezen zijn, omdat het zo gedetailleerd is. Nu vind ik dat bij deze, ik kan het nog wel lezen, maar ik denk als je niet zo heel goed zicht hebt, of echt een bril nodig hebt, dat het best wel lastig is. Maar ik denk dat het wel een heel leuk boek is. Zoals je kunt zien heb je ook een 50 kleuren palet. Flink heftig. In de nieuwere boeken hebben ze dat niet meer. Het is echt gewoon een standaard 25 kleuren palet. En wat ze ook hebben gedaan is dat bijvoorbeeld nummer 1 altijd black is. Nummer 2 altijd, nou ja, in dit geval golden. Dat golden, die kleur hebben ze niet in het nieuwe palet volgens mij. Maar stel dan zeggen ze nummer 2 is altijd rood op elke pagina. Dus op elke pagina staat exact hetzelfde. Want op een gegeven moment onthoud jij van dit boek. Oké, nummer 4 is geel. En het is fijn om dat ook mee te kunnen onthouden. Dat gewoon op elke pagina dat hetzelfde is. Want voorheen hadden ze dat dus niet. Dat 4 bij een andere pagina opeens rood was. En dan bij een andere pagina weer paars. Dus hele goede verandering in hun nieuwe boeken. Dan hebben we nog Adam. Ik zit veel te veel te praten, sorry hoor. En dan krijgen we nog Fashion Black Ground. En dat was het. En dan vragen ze nog, please leave a review on Amazon. Dan, de volgende 3 boeken zijn van Jade Summer. Color by Number. Dit is het Mandala's boek. Dit is de achterkant. Bij elke achterkant van de kleur op nummerboeken van hun zie je 30 kleuren palet. En bij elk boek is het palet hetzelfde. Dus dat is heel erg fijn. Als je bij één boek je markers hebt gematcht met de kleuren, kun je datzelfde palet ook overnemen in de andere kleur op nummerboeken van Jade Summer. Dus dat is heel prettig. Nou, ik heb er uiteraard al eentje gekleurd. Dat is deze mandala. En ik vind hem echt heel leuk geworden. Het is een beetje met pastelkleurtjes. Ik heb deze gekleurd met mijn Joywish Art Markers.
Het is wel iets gedetailleerder, maar op zich nog steeds prima te doen met markers. En ja, ze hebben allerlei verschillende mandala's. En ieder boek heeft als het goed is 50 pagina's. En ik vind het heel leuk dat er een kleur op nummer mandala boek is. Nu bestaan er ook wel meer. Maar ik vind deze ook heel fijn om met markers in te kleuren. En je hebt ook andere kleur op nummer mandala's van Sunlight Drawing. Die is ook heel fijn. Maar er zijn voor mijn gevoel best wel weinig kleur op nummer mandala's. Want ik ben iemand die het af en toe wel lastig vindt om zelf kleuren te bedenken bij een mandala. Hoewel, je kunt natuurlijk niet fout gaan. Want ja, je wordt sowieso gewoon hartstikke mooi. Maar toch, kleur op nummer is toch net wat fijner. Je hoeft er niet over na te denken. En kijk nou even hoe leuk en hoe mooi deze mandala's zijn. Niet al te simpel. Ook niet mega moeilijk. Gewoon precies goed, vind ik persoonlijk. Het is ook best wel afwisselend. En je kan ook heel prima gewoon met stiften kleuren op waterbasis. Zoals Stabilo, Crayola, Staedtlers. Je hebt ook Ohuhu markers op waterbasis. Die zullen hier ook prima in werken. Maar dus ook je alcoholmarkers werken heel prettig. En je hebt ronde mandala's en je hebt allemaal leuke figuurtjes. Deze weer wat meer gedetailleerd. En dit lijkt een beetje op een sterbloemachtig iets. Deze ook. Oeh, die is ook wel gedetailleerd. Apart, wel heel leuk. Zo. Maar als je van mandala's houdt, is dit zeker een heel leuk boek om aan te raden. Sowieso zal ik voor alle 6 de boeken even een linkje plaatsen onder in de beschrijving. Dus dan kun je sowieso altijd even de boeken opzoeken, mocht je geïnteresseerd zijn. Flink wat pagina's. Dat is ook wel zo apart. Heel leuk. Dat is een keer wat anders. En volgens mij heb ik nu alle kleur op nummerboeken van Jade Summer, behalve de kerstvariant. Dus die moet natuurlijk ook nog even toegevoegd worden aan de collectie. Want ja, ik vind het toch wel leuk om een serie compleet te hebben. Zo, ik denk dat we er bijna zijn. We zijn er. Nou, dit is mijn color chart voor mijn Joy Wish artmarkers. Maar ze hebben meerdere pagina's. Dus je kan meerdere soorten stiften, potloden, markers gebruiken om je chart, je color chart te maken. Dus genoeg pagina's om te gebruiken. En dan zeggen ze hier dat je PDF-versies kan downloaden op jadesummer.com. Je kan ze ook e-mailen. En even kijken, ze hebben ook een artwork group op Facebook. En daar kun je je complete pagina's delen. Maar je kunt ze ook gewoon vinden op Instagram. En dat is volgens mij Jade Summer Coloring. Daar delen ze ook allerlei kleurplaten van mensen die in hun boeken hebben gekleurd. En ze hebben hier altijd een hele lijst met alle kleurboeken die ze hebben. En dat zijn er nogal wat, jongens. Niet te doen. Echt gigantisch veel. Dus je kunt los als je Jade Summer leuk vindt. Dan gaan we naar het tweede boek van Jade Summer wat ik heb gekregen. Color by Number Patterns. En ik heb ook al Beautiful Patterns. Die heb ik ook al van hun. Dus in totaal zijn er nu 5 kleur op nummerboeken als het goed is. Dit is de eerste die ik heb gekleurd. Ik vind hem echt super leuk geworden. Allemaal geel en oranje en bruin tinten.
Ja, heel erg leuk. En in dit boek heb je dus allemaal patterns. En wat ik al gelijk voel is dat dit papier echt een stuk dunner is in verhouding met dat papier dat ik net vast had. Je hoort ook al dat dit gewoon steviger papier is. Ja, het voelt gewoon wat dikker, denk ik. Geen idee. Zal ik eens achterin even kijken. Ja, dit is gewoon Amazon papier. Amazon Fulfillment. En volgens mij is dat bij dit boek ook gewoon zo. Ja, hetzelfde. Maar dit is overduidelijk echt veel dunner papier. Dus ik denk dat dit boek wat ouder is. En dat die mandala wat nieuwer is. Gewoon wat beter papier. Maar dit is echt een stuk dunner. Maar dat maakt het niet minder leuk hoor. Want dit kleurt ook gewoon heel prima weg. Je ziet hier al dat de vakjes wat groter en ruimer zijn. Dat is gewoon bijna het hele A4 gewoon opvullen. Dus ook dit is gewoon heel chill met je markers. Hoewel sommige wel iets gedetailleerder zijn dan de ander. Zoals deze bijvoorbeeld. Als je gewoon voorzichtig kleurt, moet dat wel goed komen. En als je niet aandurft, pak je gewoon lekker andere stiftjes met een fijnere punt. Dat is wel heel mooi, hè? Oeh, deze vind ik heel leuk. Hierna komt dus een flowersboek. En dit had zo in dat flowersboek gekund. Ja, ik merk wel dat ik steeds patroontjes leuker ga vinden. Want ik kijk dus wel eens naar de filmpjes van Lisa's Coloring Corner. Misschien kennen jullie haar wel. Ik zal haar account ook wel even linken in de beschrijving. Zij is Amerikaans. En heeft echt de grootste kleurboekencollectie. Nou ja, dat is niet normaal hoeveel kleurboeken zij heeft. Dat is echt insane. Maar zij laat dus heel vaak van die patterns boeken zien. Dat is niet kleur op nummer. Bestaat volgens mij wel. Maar het ziet er zo leuk uit. En zij kleurt dan met gelpen erin. Ik heb nog nooit echt iets ingekleurd met gelpen. Maar als ik het dan bij haar zie, het ziet er zo fantastisch uit. Dan zou je het ergens moeten opzoeken. Dus ik zal een linkje plaatsen. Dan kun je haar account vinden. Dan moet je maar eens wat filmpjes van haar bekijken. Het is echt heel erg leuk. Ik haal ook echt heel veel inspiratie van haar account om bepaalde kleurboeken aan te schaffen en zo. Dus echt ontzettend leuk. Wauw, kijk eens hoe mooi. Ja, er zitten echt hele leuke platen in. Hele hoop om te kleuren. Oh kijk, deze is weer wat simpeler. Maar ik hou wel van een afwisseling, hè? Een beetje gedetailleerd en dan weer wat simpeler. Hier weer een wat simpelere. Oh, wauw. Hier ben je wel even mee bezig. Nou ja, dit is wat meer wat hoekiger. Ook wel heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe zo'n ingekleurde plaat dan eruit komt. Want soms ziet zo'n lege plaat er echt heel anders uit dan ingekleurd. Dat is natuurlijk sowieso logisch. Maar soms denk je echt van, wauw, was dat die lege plaat? Ja, dat is echt wel soms heel tof. Het is ook wel heel cool met allemaal hoekige, beetje zo'n kaleidoscoop-achtig iets of zo. Of hoe noem je dat? Het is wel een heel ander boek dan de Beautiful Patterns. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik zal die ook nog wel een keertje laten zien in mijn gehele kleurboekencollectie. Gaat die zeker nog een keer langskomen. En dan zal ik ook wel even een volledige flip-through doen. Die is heel anders dan deze patterns. Dus het is wel fijn om niet twee exact dezelfde boeken te hebben. Hier weer zo'n beetje zo'n apartere met meer hoekjes erin. Heel gaaf. Ik zou deze dan misschien toch wel eerder met iets van Staedtler kleuren. Omdat er gewoon zoveel detail in zit. Misschien dat ik gewoon de ene pagina gewoon met marker doe. En dan de andere pagina gewoon met stiften op waterbasis. Het is zonde als je zo uitschieten natuurlijk. En bijvoorbeeld hier is het lijntje veel dunner dan hier in het midden. Hier is echt wel een dik lijntje. En hier is het gewoon wel weer dun. Dus daarom, ja, niet dat het opeens gaat doorbloeden, zeg maar. Dat zou zonde zijn. Ook heel apart.
Wel leuk. En dan zijn we weer bij de kleurpaletten of de color charts gekomen. Nou, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als bij het andere boek. Alleen, je hebt hier zeg maar nog de nummer en de naam van de kleur. En dan hier is het alleen nog maar, ja, de nummers en geen naam meer. Op zich vind ik het niet storend, want ja, je kan het eens terugvinden. 1 is wit, bijvoorbeeld. Weet je wel, dus op zich, dat is geen probleem. Maar sommige mensen vinden het ook fijn om een naam van een kleur te hebben. En dan krijgen we weer hetzelfde einde. En weer alle boeken van hun. En deze is voor mij wel iets anders. Oh ja, want dit is misschien een wat ouder boek. Juist, dit is natuurlijk een wat ouder boek. Dus je ziet hier dat dit ook een beetje anders eruit ziet. En je hebt hier ook nog geen andere kleur op nummerboeken volgens mij. Ik denk dat dit eigenlijk de eerste is geweest. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Hier, je hebt color by number patterns. En verder nog helemaal niks. In het andere boek hadden ze echt een apart stukje voor de color by number boeken. Hier zo, mandala's en patterns. Grappig dat je kan zien dat het dan inderdaad... Dit is waarschijnlijk het eerste kleur op nummerboek van hun is. Is toch leuk om te weten. En dan de laatste van Jade Summer is Flowers. En ook weer dezelfde achterkant. En ook dit is een heel leuk boek. En dit is de eerste die ik gekleurd heb. Ook met mijn Joy Wish Art Markers. En ik vind dat ze hele fijne kleuren kiezen. Altijd een beetje pastellerig. Ja, mooi. En dit zijn allemaal platen met bloemen. En ze zijn merendeel wat aan de simpelere kant. Dus ook weer heerlijk met je markers. Ik heb ook nieuwe markers besteld. En ze zijn ook binnengekomen. En ik kan niet wachten om ze te laten zien. Ik hou nog even geheim welke markers ik besteld heb. En dan ga ik ze even jullie swatchen. En dan ga ik ze zeker gebruiken in deze boeken van Jade Summer. Want het zijn gewoon echt onwijs leuke platen. Sorry, ik werd even onderbroken door Nala. Volgens mij waren we hier gebleven. Zo, dan krijg je weer eentje met iets meer detail. En deze weer wat simpeler. Een beetje glas en loodachtig met die achtergrond. Ook heel leuk. Ook een beetje glas en lood. Oh, kijk nou hoe leuk met dat mandje. Echt heel lief. Ja, ik vind de stijl van Jade Summer echt zo leuk. En het is niet normaal hoeveel boeken zij hebben onderhand. Maar ook echt van alles. Van grayscale tot normale kleurboeken. Kleur op nummer. Nou ja, noem het maar op. En Jade Summer heeft het wel uitgebracht. Het is echt heel leuk. En Jade Summer is trouwens geen persoon. Het is gewoon een bedrijf met verschillende artiesten die de afbeeldingen van de boeken maken. Ja, het zijn fantastische artiesten, dat mag je wel zeggen. Ook zo leuk dit. Heel lief. Ja, je kunt wel zeggen dat ik flink verwend ben voor mijn verjaardag. Zulke mooie kleurboeken. Ik kan er gewoon zo blij van worden om een kleurboek te krijgen. Of gewoon zelf te bestellen en het komt dan binnen... in je brievenbus. Nou, dan ben ik zo blij als een kind. Ik kan er nog steeds zo blij om worden. Ja. Kleuren is ook gewoon super leuk. Heel leuk. Een beetje kerstig of zo. Ja, geen idee. Maar wel heel leuk. Weer een beetje meer detail. Een beetje van die belletjes. En dit moet dark yellow worden. Oké, donkergeel. Ik ben heel benieuwd hoe dit er dan ingekleurd uitziet. En dit moet dan light yellow, dus lichtgeel. Heel benieuwd. Ook zo mooi dit.
En dan zijn we weer bij de color chart. En dat is gewoon in elk boek hetzelfde. Lijkt me wel leuk om even te kijken naar die lijst met boeken. Want hier, dit boek is ook weer wat nieuwer. Dus je hebt eerst de patterns. Toen is denk ik de mandala uitgekomen. En dan is flowers. Dat is dan het nieuwste boek. En dan krijg je dus beautiful patterns. Dat is dan de allernieuwste kleur op nummer die ze hebben uitgebracht. Dus ja, super leuk. Oh, ik krijg een bonus page. Oké, dat was in het vorige boek niet, volgens mij. Een bonus page van patterns. Dus dat is zeg maar van dit boek. Toch leuk, dan kun je kijken wat je ervan vindt. Nou, hartstikke leuk. Jongens, dit waren mijn boeken die ik voor mijn verjaardag heb gehad. Ik ben er ontzettend blij mee. Het zijn zulke leuke boeken, stuk voor stuk. Heel verschillend, maar toch heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jullie van deze boeken vinden. Nou ja, nogmaals, ik plaats gewoon even een linkje van alle boeken in de beschrijving, mocht je nieuwsgierig zijn. Als je een leuke video vond, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet om te abonneren. Dan weet je zeker dat je geen video van mij mist. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doei doei!